precies hetzelfde. Teddy? Gaat het goed, jongens? Was het leuk? Betekent dit dat je wil zwemmen? Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Joehoe. Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots. Oh my god. Ze houdt alle ballen in de lucht met Muk, Jotet en Snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Allemaal welkom bij een nieuwe vlog, wederom vanuit Twente. Ik ben wel een weervrouw, hè? Nou, het weer voor aankomend weekend wordt super mooi. Kijk, mooie meisjes meegenomen. Lisette en Sophie die zijn zich hier aan het omkleden. Dit is onze kast en omkleedhok. We hebben net weer geshoot op de nieuwe collectie. Ja, wat zit er allemaal in deze vlog? De kids. Ik had dit weekend de kids ongeveer in mijn eentje. En er kwamen heel veel kindjes spelen en er ging alles mis. Helaas heb ik dat niet allemaal op video, maar kan jullie het wel even vertellen wat voor mooie dagen ik heb gehad. Joep die dacht dat het leuk was om alle nieuwe flesjes Jean Fontaine, flesjes Spa Blauw, leeg te gooien in een gieter om daarmee, om dat te gebruiken voor zijn spelletjes wat hij allemaal aan het doen was. Waterspuiten, hoe dat, zo'n waterpistool. Want hij mocht niet met waterpistool van mij. Nou, de ramenlappers waren net geweest. Nee, de glazen was, moet ik net zeggen. Hebben ze alles ondergespreid met de waterpistolen. Dus verder was het heel ontspannen, moet ik zeggen. Nee, het is een gezelligheid. Het is leuk. Er komen heel veel kindjes elke keer bij ons spelen nu. En dat kan ook, want we kunnen lekker naar buiten. En daar genieten wij natuurlijk zelf ook heel erg van. Verder de laatste weken afsluiting met voetbal. En nog niet school, want het duurt echt best nog wel lang voordat de vakantie begint. Het lijkt wel alsof we daar nu ongeveer bijna zijn, maar eind juli, hè? Dus we hebben nog wel eventjes. Ik heb gevaren met Jaap, een romantisch uitje. We hebben gevaren met de familie van Jaap. We zijn vooral heel veel buiten de laatste tijd. En dat is ook wel leuk voor de kinderen, want de kinderen zitten daardoor natuurlijk ook veel minder te vragen naar de iPads en zo. Dat zullen jullie wel herkennen. Maar kijk eens even hoe mooi het hier is. Zandbergen heet het hier. Niet allemaal toe gaan, want dan kunnen we hier niet met onze wondenbroek staan. Verder waren we deze week weer in het ziekenhuis met EGZ. Allerlei onderzoeken voor Ted. Hij deed het echt fantastisch. Hij was zo grappig. Hij heeft een zweettest gehad, bloedonderzoek, DNA-onderzoek, allergieonderzoek. En hij heeft wederom een foto gemaakt. We hebben nog niet de uitslagen voor een week. En dan gaan we verder bekijken en hoe het ervoor staat. Ik heb wat idee dat ik echt wel een kind heb. Dat nog een steekje hopelijk is opgeruimd. Hij kan nog niet echt zwemmen. Hij kan steeds niet echt drijven. Geen longinhoud. Maar goed, hij is nog steeds aan de hand. Dus misschien heeft dat ermee te maken. En nog steeds een onderwijs, een steekontlasting en heel veel. Dus even kijken of dat van een antibiotica komt of toch van iets anders. Want hij blijft ontsteking natuurlijk ontwikkelen. Dus daarom zijn ze aan het uitzoeken wat er aan de hand is. En dan daarna gaan we nog verder voor andere onderzoeken. Mocht dat nodig zijn. Maar dat hebben we nu even opgesplitst. Dus eerst deze helft en dan een MRI of een kijkoperatie. Of een CT. Per ding even aan, maar ik heb er wel een goed gevoel over. De vlog zit weer stampend vol en ik hoop dat jullie het leuk vinden om de vlog natuurlijk weer te gaan bekijken en dat jullie erg hebben genoten van het weer. Laat zeker even weten wat de plannen zijn en dan zie ik jullie heel graag weer volgende week terug. Doei! Kijk eens even! Oh, wow! Sneak peek! Dus ik mag even komen kijken. Ja, kijk dan hoe dun. Ja. Dat is niet normaal. Mijn moeder zei, vind je niet dat jij een beetje te dun wordt? Ja. Als je voor hem staat, als je voor hem staat, als je voor hem staat. Alles is hetzelfde. Wat heb jij gedaan? Je tekst. Ook als haar.
Dat mag niet. Hé, hey, Teddy. Je hebt troep gemaakt. Waarom? Kom. Teddy, wat heb je er een zootje van gemaakt? Ja, een zootje. Nee, dat mag niet. Kom. Wat vind je ervan? Kusje geven? Ja. Oh ja, dus jij eet nu je ijsje en de patatjes door elkaar heen. Ik moet 8 jaar zijn, die mogen niet. Dus vind je dit lekker? Lekker. Maar je komt omdat het goed eet. Oh, en ik kijk. Oké. Gezellig. Vind je het gezellig? Nee. Ga maar uit. Ga maar uit, oké. Met de olifanten. Otitanten. Otitanten. Mama, uit! Ja, kijk, een kusje dan. Ja, dat moet niet, hè? Goed in de hoek geschoten. Kijk eens. Een balletje. Ja, weer een mooie vogel. Nou, Muk, schiet hem er eens in. Nou. Gaat het, jongens? Hebben jullie gewonnen? Nee, 1-0. 1-0 voor Spanje. Hey, Dylan is er ook bij. Het seizoen is nu allemaal best een beetje moeilijk. Sommige daar gelaten, die waren al heel ervaren. Maar als we nu kijken hoe jullie nu voetballen, is het zo goed. Kijk eens, jullie hebben allemaal mooie diploma's gekregen. Benjamin, hoor. Applausje voor Benjamin! Yeah. Yeah. Nou, de kinderen zijn allemaal hier. Oké. Okay. Twee broertjes. Zijn allebei bij hem. Ik ben hier in de klas. Nee, vanuit het voetbal gekomen. En de buurjongens. Het andere huis. Dat ligt even te slapen. Dus komt zo meteen over. Het is vol monkey. Dat zijn de borsten. Dat is de buik. En daar zit je in. Toen was je zo klein. Zo. Kijk. Ja, daar zat je. Daar. In, daar ook. Ja. En nu ben je groot, hè? Nee, ben ik groot in de buik. Nou, heb je een eigen grote buik en een mooie zo, denk ik ook. Dat is nou. En nu heb je ook een nieuwe. Ja, dat is bijzonder. Ja. Kijk er ook. Ja. Dit is, en dit is een kusje. Oh, dit is een kusje. Dat is de mond, hè? En wat kan je met de mond doen? Dan kan je kusje geven met de mond. Ja, dan kan maar een. Hé, dit zijn de billen. Dit, billen, rug, nekje. En allemaal. En wat heb je allemaal nog meer? Volgens mij. Mijn dek. Hey. Dat is de moeder de boede. Boede. Hé, hey, Ted, wat heb je allemaal nog meer? Je hebt oortjes. Oortjes. Heb jij? Ja. Waar zit die? Waar zijn jouw voetjes? En kijk. Ja, voetje. Oh, die hoeft niet uit. Ik ken ze wel. Dit zijn de voetjes. Dat zijn sokken. Ja. Als je knie? Ja, drie. Mijn ogen en een knie ook. Hier poos. Is dat mijn ninja goat? Wat is dat? Ted, waar zijn je tepels? Hier, daar. Daar. Mama, die mag je echt wel. Ja, dat is ook. Jij hebt een fluitje. Kijk, een fluitje. Kom maar, Ted. Hij kan ook wat gidsen. Dat ook. Alleen, ik wil wel iets aan.
gedaan heb aan, bij Joepie. Dat Joepie het gedaan heeft? Nee, Joepie. Oh, en? Joepie. Dus jij vindt Teddy belangrijkste? Belangrijker dan mij? Ja, mij. Belangrijker dan ik? Ik. Oh, een Joepie kusje. Kijk, mama. Wat? Ik wil kusje, Joepie. Ja. Joepie. En komt mama dan wel op de tweede plek? Ja, de tweede plek. Tweede plek. Dus dit op één. Dit ook een plek. Ben ik op de tweede plek? En van jou dan, Teddy? Ook een tweede plek. Eerste? Ja, daar. Nee, ik ook de eerste één. Even ook. Ja, kijk hier. Ja, daar. Nee. Gaan de uitschuifjes. Oké, Joep en Ted, laat me zien. Ik ook. Oké, draaien. Armen naar beneden. Ja, en nou spierballen. Spierballen, Ted. Goed zo, Ted. Ja, net als papa. Super. Papa, moet je wel even kijken, hè? Kijk, Mickey Mouse. Oh nee, Minnie Mouse. Klonk een stuk beter, de loortjes nu. Ja, is dit in de neus? Kijk, Muk, ik heb ook een horloge. Ja, hè? Maar mooie blauwe, hè? En hij heeft geen tumtummetjes, hè? Nee, dat ook. Moet die ook nog op? Ja. Wauw, dit. Die ook. Ik vind hem mooi, zo. Oh, kijk uit. Doe die maar daar in het bakje. Ja. Ook een Oh, wat doe je dan? Pipo de Clown. Ben jij van mama? Kom, we gaan eruit. Ja? Adieu. Het is ja, mami. Ja. Hey, Ted, je hebt het super goed gedaan in het ziekenhuis. Ja, mama heel trots op jou. Kom maar. High five. Yes. Nou, het is nu. Kaffee. Nog iets. Blariat. Erik zit erop. Kindje hebben gegeten. We gaan nog even een rondje varen. Eigenlijk liggen ze normaal in bed, maar... Een beetje vieren, hè? Oké. Kunnen ze erachter. Joehoe! Jij gaat tegenover de toe zitten ook vasthouden. Hebben ze dop in? Nee. Hoor je dat, Muk? Je hebt geen dop in, dus je mag niet zwemmen. Gaat goed, ik ben bij je. Het is goed, jongens. Als je bijvoorbeeld naar een parfumerie gaat, probeer het maar eens. Welke geuren je dan echt lekker vindt, of hier proberen zo meteen. Dan zul je zien dat je misschien een voorkeur hebt voor fruitgeuren of juist houtachtige geuren. Mensen die van houtgeuren houden zijn vaak holistische denkers. Dat is de persoon in je omgeving waar je een goed gesprek mee kunt hebben op de bank. Zijn goed gestructureerd, zijn vaak een beetje... onopvallend qua kleding. Daar houden heel erg van aardetinten. Zijn rustige mensen. Het type is een type wat houdt van luxe, van mooie kleren. Is het vaak een extravert type. Houdt van dansen, van muziek, lekker uit eten gaan. Is heel ambitieus.
Maar het moet wel fun zijn, anders beginnen ze er niet aan. Als het niet leuk is, gaan ze het niet doen. Superleuk event gaat bij Ethos. En zoals jullie weten ben ik ambassadeur van Ethos al een tijdje. Nu wat andere ambassadeurs of micro-influencers, TikTokers ontmoet. Heel leuk. Geurenworkshop gehad. En even lekker gegeten en de strategie voor aankomt. Ja, van Ethos wat er allemaal aan zit te komen. Ze zijn vooruitstrevend, joh. Echt gek. Dat mag ik allemaal niet vertellen, maar heel leuk altijd. Wat er wil. Ik had heel veel zin in als ik dit soort dingen allemaal hoor. En nu een hoogzaam gesprek. Maar de hele weg is al gesloten. Dus dit is een mooie route, hè? Ja, voorzichtig. Ja, nee, nog een keer. Ja, daar komt dat hij hoog staat. Stop, stop, stop. Ja, zo. 1, 2. Goed zo! Gespeeld vandaag? Ja, neef en buiten. Echt buiten. Heb je met neef en buiten gespeeld? Oh ja? En met wie nog meer dan? Met wie heb je gespeeld? Met Wolfert. Met Wolfert? Ja. Oh ja? Wat leuk, schat. Jackie! Wat doe je? Betekent dit dat je wil zwemmen? Oh, mak. Hier, mak. Hey, mak. Klaar? Kan die open? Ja. Mwah. Kan die open? Oh, nee. Oh, nee. Oh, zit hier maar binnen. Hij zit hier maar binnen. Ah. Daar gaan ze weer. Goed zo, Luc. Doet het. Was het leuk? Ja.